Je lijkt wel een soort rolletje ham zo. Meer een rol fratella. Oh ja. Hallo, wat tof dat je kijkt naar deze speciale video. Ik ga namelijk de straat op om door totaal vreemden mijn outfit te laten samenstellen. Ik heb zelf ontzettend geen gevoel voor mode. Heb niet echt een eigen stijl. Ik doe altijd maar wat. Ik koop altijd maar gewoon wat. Heel veel hetzelfde eigenlijk. Dus ik kan wel wat hulp gebruiken. Hoe werkt dit experiment? Ik ga gewoon op straat mensen vragen of ze 1 voor 1 een item willen uitkiezen. Zodat ik aan het einde van de dag uitkom met een totaal nieuwe outfit. Een superleuke twist hieraan is dat deze video in samenwerking met Sympany is. Alle items die je koopt, plus nog een heleboel andere uit mijn eigen kast, kun jij namelijk shoppen. En de opbrengst hiervan gaat dus naar Sympany. Sympany ken je misschien van de containers voor kledinginzameling. Deze kledinginzameling zorgt ervoor dat Sympany kan recyclen, werkgelegenheid kan creëren, maar ook vrouwen in kansarme landen helpen zelf ondernemer te worden. Ik word daar heel erg blij van en dus wil ik heel graag helpen. Maar nu eerst het experiment. Ik ben zo benieuwd wat andere mensen voor mij gaan uitzoeken. Let's go! Oké, we gaan de stad in. We hebben er zin in. Het is best wel klote weer. We hebben er wel zin in. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat mensen voor me gaan uitzoeken. Dit is zo spannend. Ik denk een regenpak. Ik hoop het. Oké, we zijn bij de 9 straatjes. En dat is het Walhalla voor vintage shops in Amsterdam. Ik heb een hele neutrale outfit aan. Zodat je daar in ieder geval niks van kan afleiden. En ik ga nu dus mensen vragen of ze 1 voor 1 een kledingstuk van mij willen uitzoeken. Er zijn niet veel mensen, want het regent echt heel hard. Maar we gaan het proberen. Oké, ik ben met Julia en Len. Zij gaan voor mij het eerste item uitzoeken. En dat wordt een t-shirt. Of een top. Of een top. Het hoeft niet een t-shirt te zijn, hè? Je mag kijken naar mij en denken van wat past bij haar. Of misschien wat past helemaal niet bij haar. Of wat vind ik leuk. Alright, let's go. Houden we het beschaafd of gaan we meteen voor belachelijk? Gaat wel belachelijk. Yes, hou ik van. Nou, doe ik dus even. Ja? Ja? Oké. Gaat hard. Dat is inderdaad een hele roze trui. Zijn jullie blij met jullie keuze? Ja, cool. Ja? Ja. Oké. Nou, stap 1 klaar. Oké, de trui is een check. We gaan op naar de broek. Dat vind ik spannend, want ik ben heel moeilijk met broeken, maar ik geef me over. Ik heb weer nieuwe slachtoffers gevonden. Sammy en Veerle. En zij gaan me helpen met een broek. Jullie mogen de broek doen. Nou ja, ho ho. Het ondergedeelte, hè? Het hoeft niet per se een broek te zijn. Oeh. Het is echt wel korte rokjes weer. Schotse broek. Ja, lekker. Dit is dus het eerste item, daar mogen jullie voor voortduren. Jullie mogen zeggen, ik doe er helemaal niks mee en ik kies iets wat er totaal niet bij past. Je mag kiezen wat er wel bij past. Jullie hebben de power. Oké, let's do it. Alright, let's go. Okay. Je lijkt wel een soort rolletje ham zo. Meer een rol fratella. Oh ja. Hoi. Dit is niet jouw maat hoor. Maar je gaat bevriezen. Ja, je gaat wel bevriezen. Ja. Dat is waar. Dat moeten we niet aan doen hè. Geef om dit kind. Tada! Jullie zijn blij. Ik ben echt heel tevreden. Ik ben echt heel tevreden. I don't mind it. We hebben een broek. Yes. Dit is bijna deze. Top! Nou, mega bedankt allebei! Oké, nou de toon is flink gezet. De volgende stap wordt een jasje. Dus ik ga weer een nieuw slachtoffer zoeken. Dit is Robin en zij heeft de uitdaging om mijn een jasje voor mij te zoeken. Jasje, iets erboven in ieder geval. Ja, iets wat hierbij matcht. Nou, dat hoeft helemaal niet hoor. Ho ho. Dat maakt Robin wel uit of dat matcht. Jij bent de baas in ieder geval. Okay. Je mag alle kanten op gaan. Je mag doen wat je wil. Ik ben jouw Barbie pop vanaf nu. Yes. En ja, gaat de winkel in gaan. Alright, let's do it. Het is wel helemaal jou dit. Oké, be right back. Yes. Wauw. Kijk. Bam. Winteroutfit, klaar. Ja, ik vind het leuk. Ja, vind je het leuk? Nou, top. Dus dit wordt hem definitief. Ja. Oké. Oké, we zijn al goed eind op weg. We hebben een top, we hebben iets voor eroverheen en we hebben een broek. Dan komen nu de schoenen. Lijkt me een behoorlijke uitdaging bij wat we al hebben. Maar hopelijk wil iemand zijn best doen. Yes! Victims. Ik heb hier Bouke en Lars. En jullie gaan me helpen met schoenen uitzoeken. Het is een uitdagende taak. Maak er maar wat van. Dit is maar wat. Ja. Ik vind het wel weer voor open sandaaltjes eigenlijk. Jullie zijn de baas. Go wild. Teenslippers, here we go. Oké, laten we er weer gaan. Let's go. Ik vind de houding al helemaal goed. We splitten even op, zodat ze effectiever de werk gaan. Ja, precies. Ja. Maar kun je het lopen? Ja, misschien niet ideaal. Jammer. Ik ben onder de indruk, jongens, wat jullie hier... Ik heb nog wel aardig zijn geweest. Ja, wat is dit zo? Dit is toch goed. Ja? Nou, toch? Ik vind dat het te gek uitziet. We zijn even gestopt voor een broodje. Ik zit hier in een vet chic restaurant. En iedereen kijkt mijn partijtje aan. Nou, we hebben een shirt. We hebben iets voor de over. We hebben een broek. En we hebben schoenen. Dus nu de finishing touch wordt iets van een accessoire. Om het geheel af te maken. Bring it all together. To bring it all together. Een lastige taak, maar een leuke uitdaging. Maar een accessoire, wat is dat? Nou ja, een tasje of een hoedje of een sjaal of een boa. Dus we gaan weer iemand zoeken. Nou, Manique en Laurens zijn de gewilligen die mijn outfit willen afmaken met een accessoire. Bedenk iets, ga los of niet. Let's go. Ja. Let's go, zeker. Oké. Knallen. Ja. Oh nee. Ja, zeker. Oké, nou, ja. Dat is mijn look compleet bij deze. Sowieso. Ja. Zoals ik al zei in het begin van de video ga ik deze items plus nog 15 uit mijn eigen kast verkopen. En de opbrengst hiervan gaat naar Sympany. Dan volgt nu een supersnel overzichtje van wat je allemaal uit mijn kast kan kopen. In de categorie toch echt een te hoge hals. Mensen die mij kennen die weten dat ik daar totaal niet tegen kan. Dit gloednieuwe workout shirtje van Adidas. Zit echt nog helemaal... Nou, er zit nog een kaartje aan. Een shirtje van de H&M. Heel erg leuk met... erop. Ook helemaal niet gedragen. Hoge hals. En ook deze. Zo'n zwarte met van die... Of zo'n grijs met van die zwarte mouwtjes. Ook het hoge hals. In de categorie gloednieuw. Maar toch al op uitgekeken. Dit hele leuke jasje. Dan dit superleuke... Ik zeg de hele tijd leuk. Het is allemaal zo leuk. Dit leren jurkje. Super tof. Mooie V-hals. 1 keer aangehad. En dit jasje van yoga. En die heb ik best wel veel gedragen. En die ziet er nog gloednieuw uit. Betekent dus dat het super goede kwaliteit is. En je kan hem binnenste buiten dragen. Dus deze kant kan ook zeg maar als de buitenkant. Dus dan heb je helemaal zo te kwaas. In de categorie te klein gekocht. Dit jurkje. Ik heb hem zelf bij de kringloop vandaan. Voor een video waarbij ik op minimaal inkomen ging leven. Maar te klein. In de categorie ik kan 4 keer per week een workout doen. En dan na een maand nog niet door mijn sportkleding heen zijn. Deze 2 sportbroeken. Eentje van Puma. Super tof. Zwarte streep. Superhero broek. En deze van... Bjorn Borg. Leuke streep. Super schattig. In de categorie tering duur maar nooit aangetrokken. Dit leren broekje. Van 2812, dat is dat merk van Sienna Miller. Super tof, mij te groot. In de categorie gloednieuw, maar ook niet meer dan 1 keer aangehad. Dit shirtje waar het kaartje nog aan zit. Super sexy hals. Deze sport BH van Nike. Dit leuke zomerrokje. Nog een leuk zomerrokje. Nog een leuk zomerrokje met een kantje. Oh, die kan ook wel in de winter met kerst. Leuk voor de feestdagen. En als je dan toch met je feestdagen outfit bezig bent. Deze super nice hakken. En die hebben zo'n heel speciaal gedeelte eruit. Ja, hoe schrijf je dit anders? Goeie hak. Ik heb ze, nou, ik denk alleen thuis aan gehad. Misschien 1 keer buiten. Een beetje stoffig. Ik zal ze even goed schoonmaken voordat ik ze opstuur. Maar ze zijn echt super tof. Ze staan heel nice. Maar ja, ik mag niet eens op hakken lopen. En daarnaast kan ik het ook niet. Dus wat doe ik hiermee? En dan tenslotte natuurlijk de items die voor mij zijn uitgezocht. Deze. Hoe vette schoenen zijn dit? Deze te gave broek. Ik bedoel, dit wil je gewoon. Deze trui. Mij iets te fel, maar ik weet zeker dat sommige mensen dit echt heel goed kunnen hebben. Wow, mijn camera gaat ook helemaal lijp op die kleur. En dan dit lekkere, warme, gezellige vis. En dat waren ze. Ik hoop dat jullie iets leuks ertussen kunnen vinden. En dat ik iedereen mag verblijden met deze kleding die bij mij ligt te verstoffen. Super zonde. Dus maak daar gebruik van. En koop maar. Al deze items kun je kopen via United Wardrobe. En de link daarvan kun je vinden in de beschrijving van deze video. Hieronder dus. Ik vond het vooral echt heel interessant om te kijken hoe mensen denken. En hoe ze items voor mij hebben uitgezocht. Misschien was het allemaal wel wat jodiger dan normaal. Maar misschien dat het ook wel gewoon door ons kwam. En hoe wij erin stonden. Wat ik vooral zelf zag is dat er gewoon zoveel leuks te vinden is voor een redelijke prijs. In die vintage en tweedehands winkeltjes. En ik zou het gewoon super tof vinden als je na het kijken van deze video denkt van... ik zou daar misschien wel wat vaker eerst kunnen kijken voordat ik naar de standaard goedkope retailers ga. Bedankt voor het kijken allemaal. Laat vooral even een leuke reactie achter en ik zie je snel weer. Bye bye!